Dus als Australië is een geweldig groot land en het is mooi en de natuur is fantastisch en dat soort dingen, maar het is een kleren eind weg. Hoe lang op die uur vliegen is het? Ja, als je de snelste route is 22 uur en dat is inclusief tussenstop. Dat is gewoon lang. Dat heeft je gewoon opgebroken. Dat was gewoon Ik heb het in 2,5 jaar tijd geloof ik 20 keer gedaan, die vlucht. Ja, het is echt. Het is, en ook je hele lichaam raakte gewoon van. Oké, je hebt een PhD daar gedaan University of Technology in Sydney. En wat was je onderwerp daar? Ja, ik zat bij de UTS Business School. En ik heb onderzoek gedaan naar hoe big data, blockchain en artificial intelligence de organisaties veranderen. En dan met name gekeken naar strategic management, organization design en governance. Dus bij big data gekeken hoe kun je nou big data gebruiken als een concurrentievoordeel binnen je organisatie. Blockchain gekeken van hoe past het nou organization design, dus met name decision making aan en trust in die organisatie. En artificial intelligence gekeken hoe kunnen we nou de governance, hoe kunnen we nou zorgen dat een AI actor doet wat wij willen dat hij moet doen. Kijk, voor mensen hebben we natuurlijk ik heb het over de principal agent problem. Voor mensen hebben we allerlei monitoring en supervising boards en dergelijke. En dat gaat ook altijd al mis. En dat gaat altijd al mis. Nou ja, een AI denkt en gedraagt zich anders dan mensen. Dus een financiële stimulus werkt niet voor een AI. Dus wat kun je nou doen om het principal agent problem met een AI-actor op te lossen? Dus dat heb ik gedaan als 3 individuele papers. En daar heb ik dan een verhaal omheen gebouwd. Waarbij ik gekeken heb naar de theorie, de social materiality theorie. Dat zeg je waarschijnlijk helemaal niks. Nee. Dat is een theorie die kijkt naar hoe je nou de social, de mens, de organisatie en de material, de technologie, met elkaar interacten. En hoe beïnvloedt de social... Dat is een groot onderwerp, Mark. Ja, nee, maar... daar heeft iemand een theorie over verzonnen. Ja, dat is wel. Ja, en ik heb dus daar gekeken van hoe je dus nou dat die social en de material heel leuk is, maar je eigenlijk ook nog een derde component moet hebben, en dat is de artificial. En dat organisaties van morgen echt ook de artificial mee moeten nemen als ze een organisatie gaan bouwen. En zo daarmee mijn derde boek, die heet dan ook The Organization of Tomorrow. Hoe je dus AI en blockchain en analytics kan gebruiken om van jouw bedrijf een data-organisatie te maken. Ja, had je niet nog een paar mooie buzzwords erin kunnen gooien? Ik vond het wel voldoende. Jij komt uit de big data wereld, hè? Tenminste, daar zag ik jou de hele tijd mee bezig zijn. Daar was je leuk in Europa mee bezig. En toen opeens verdween je naar Sydney om daar een PhD te doen. Was dat omdat je daar een PhD, want je kon natuurlijk ergens anders ook een PhD doen. Waarom ging je naar Australië toe? Want... Ik wilde graag hier in Australië wonen. Dus ik heb 8 jaar geleden nu met een vriend van mij Australië rondgefietst. Voor het goede doel en ook voor gewoon een kroegverhaal en dan waarmaken. En in 100 dagen heel Australië rondgefietst en geld opgehaald voor Pika. Nou, dat was een fantastische ervaring. Ik denk mezelf, ik wil gewoon in Australië wonen. En toen kreeg ik de mogelijkheid om een PhD te doen. Ik kreeg 2 beurzen aangeboden. En toen dacht ik mezelf, weet je wat, die gaan we ook gewoon. En topervaring. Wat iedereen aanraden. Je vindt het zo leuk dat je nu weer terug bent in Nederland en weer een stukje Australië hebt meegenomen in de vorm van je vriendin, zeg maar. Ja, dat klopt, ja. En wat is die start-up die je nu aan het bouwen bent? Wij zijn Imagine aan het bouwen. Dat is eigenlijk een volgende fase van de Dataflock, het contentplatform wat ik heb. En met Imagine lossen wij, is de doelstelling om heel veel grote problemen op te lossen binnen de academische uitgeefwereld. Het uitgeven van... Beetje Elsevier 2.0 of zo. Ja, die willen wij dus, daar willen wij dus tegenin gaan. En, want als je dus, dat heb ik gemerkt tijdens mijn PhD, het schrijven, het citeren, het reviewen en het publiceren van academische papers, is echt een heel moeilijk, traag, en vooral heel oneerlijk proces. Want je kan heel lang bezig zijn met een paper schrijven. En als je uiteindelijk klaar bent. En dan duurt het 2 jaar voordat je uiteindelijk, als je geluk hebt, mag publiceren in een journal. En dan zegt de journal uiteindelijk volgens ja, dankjewel, dit is nu voor mij. Copyright is voor mij. Maar goed, dit is een oud probleem. En iedereen baalt er altijd van. Alle kosten worden gemaakt door jou en energie. En zij kunnen dan abonnementen verkopen. Ja. Wat ga jij dan... er zijn nu allemaal open source platformen. Er zijn nu allemaal open platformen. Hè, die echt ook al behoorlijk groot aan het worden zijn. Ja. Maar degene met de grootste reputatie, dat zijn dan inderdaad nog de betaalde abonnementen. En daar zit dus meeste trust. Ja. En dat betekent wat als je daarin staat. En hoe ga je dat probleem nou oplossen? Wij willen dus af van belangrijk vinden waar je publiceert. Hè, dus welk journal. Tot naartoe gaan naar wat je nou publiceert. Dus de impact factor van journals, die zegt eigenlijk niet zoveel. Die is ooit een keer ontstaan omdat het
voor librarians belangrijk was dat ze konden zoeken welke journals ze moesten hebben. Ja, de review bij de mensen met de review committees met de beste magazine zijn natuurlijk ook de meest fantastische mensen. Dus eigenlijk is het indirect, staat zo'n brand voor een reviewproces van hele belangrijke en hele intelligente mensen met een hele hoge reputatie. Ja, ja en nee. Heel vaak krijg je dus ook te maken met, wat ik bijvoorbeeld gemerkt heb met mijn papers, die zijn vrij vooruitstrevend. En een editor van een journal, die heeft maar een bepaald beperkte cirkel van peer reviewers. Dus het hoeft het kan zomaar zijn dat je niet de juiste peer reviewers hebt voor jouw paper. En dat je dan wordt geweigerd omdat ze het niet snappen. Niet omdat het niet goed is, maar omdat ze het niet begrijpen. Of je ziet dus ook heel veel dat radicale... Maar goed, jij gaat het dus vervangen door een brand van een paper in een aantal mensen met een reputatie. Dus je gaat reputatie managen en dan hoe goed jouw paper is hangt af van de mensen die het gereviewd hebben. En daar ga je dus een platform, daar ben je een platform aan het bouwen. Ja, ja, klopt ja. En dat heet dan Imagine. En we willen dus echt een individuele impact factor bieden voor academici, waarbij je dus niet alleen kijkt naar welke papers worden gepubliceerd, maar ook kijkt naar welke peer reviews hebben ze nou gedaan en hoe goed waren die peer reviews. Maar ook kijkt wat levert iemand nou op aan de community en wat brengt iemand nou aan de community. Ja. Dus veel meer kijken dan wat er nu gebeurt. Het is wel belangrijk inderdaad om het heel goed te maken. En daarna is het netwerkeffect nogal een dingetje. Dus je moet inderdaad een goede start maken. Waar ga je beginnen? Ga je overal beginnen of ga je gewoon per gebied beginnen? Of hoe denk je dat populair te krijgen in een bepaalde werkgebied? Ja, wij beginnen met universiteiten. Dus we zijn nu in eerste instantie met de Nederlandse universiteiten in gesprek. En vervolgens ook de Engelstalige universiteiten willen we meepakken. En dan vervolgens dat dan verder uitbreiden. Tegelijkertijd hebben we ook een bottom-up approach. We bouwen nu een MVP in Dataflock. Dat is een browser-plugin die we bouwen waarbij het mogelijk is om artikelen te beoordelen op basis van kwaliteit, fake news en plagiaat. En dan krijgt een artikel een bepaalde kwaliteitsscore. En die kwaliteitsscore levert dan een bepaalde reputatiefactor op voor de auteurs. En dan kun je vervolgens artikelen zoeken op basis van kwaliteit, fake news, plagiaat. Nee. Maar ook op basis van de reputatie van een auteur. Plagiaat, dat is natuurlijk wel een leuk dingetje. Checken op plagiaat. Want dan heb jij natuurlijk ook weer die database nodig van de grote jongens op dit ogenblik, waar al die wetenschappelijke artikelen in gezet worden. Hoe ga je dat doen, dat checken op plagiaat? Nou, de plugin die we nu bouwen, die is even niet gericht nog op wetenschappelijke artikelen, maar op gewone artikelen op online. Want wetenschappelijke artikelen is nog weer een stapje na. En daar heb je gewoon allerlei tools voor die je daarvoor kan gebruiken. Dus daar pakken we gewoon even de standaard tools voor. Maar we willen hiermee vooral checken en testen de hypotheses over zo'n individuele impact factor. Wat doet het nou en hoe kun je dat dan gebruiken? Dus we verwachten dat over binnen 2 tot 3 maanden live is. En daarmee kunnen we echt al de volgende stap zetten voor maar je kan dan checken van een bepaald artikel, van of het nou een nieuwsartikel is of een... het maakt niet uit. Ik bedoel, ik kan het ook aan mijn middelbare schoolleraren geven die gewoon willen kijken van of al die papers die studenten schrijven, dat jatten ze aan alle kanten bij elkaar. Die hebben nu langzamerhand ook steeds betere tools om dat te controleren. Dat kan daarvoor gebruikt worden? Nou ja, wij willen ons vooral richten op de hive mind, dus echt de crowd gebruiken om te zeggen, nou ja, dit is waarschijnlijk fake news of dit is waarschijnlijk plagiaat. Of dit artikel heeft een kwaliteitsscore van 80%, ik noem even wat. En daarmee dus, als 80% van de community zegt, nou ja, dit is waarschijnlijk plagiaat of dit is waarschijnlijk fake news, dan zegt dat iets over het artikel. En dan is het nog steeds aan degene die het leest om daar zelf een conclusie aan te vinden. Ja, oké. Ja, maar goed, maar dat zou zo'n tool kunnen gebruikt worden om als middelbaar schoolleraar te checken of iemand een eigen artikel heeft geschreven of niet? Nou, daar moet je gewoon speciale tools voor gebruiken die er zijn. Oké. Dat is even toevallig een dingetje, zeg maar. Ja. Hey, je geeft heel veel presentaties, zeg maar, in Amerika en Europa. Waar gaan die over? Waar praat jij over? Ik spreek over... Ook uit de big data hoek altijd, hè? Dus je hebt op een gegeven moment even blockchain bijgepakt en nu dingen maar... AI erbij gepakt ik spreek over de organisatie van morgen. Dus hoe bouw je als bedrijf nou hoe bereid je nou voor op de toekomst? En hoe kun je... Ik geloof heel erg dat we leven in een exponential times. Dus de ontwikkelingen gaan steeds sneller. En wat je ziet is als je de convergence hebt van diverse technologieën, zoals big data, blockchain en AI en IoT en noem maar op. Dan moet je krijgen als organisatie een soort van gestalt shift. Hè? Je krijgt een ander perspectief. Ik weet niet of je dat beeld kent van de eend en het konijn. Nou ja, dat is eigenlijk wat je ziet. Je krijgt in plaats van het konijn zie je de eend. Hmm.
je moet als organisatie dus naartoe dat je anders naar je bedrijf kijkt. En je bedrijf als data-organisatie moet zien. Ik heb altijd het voorbeeld dat ik gebruik. Ik kan een autobedrijf zijn. Wat maakt auto's? Dus je bent een productbedrijf. Maar eigenlijk ben je een bedrijf dat bezig is met te helpen mensen van A naar B te gaan. Of je dat nou in een auto doet, of je dat nou met een drone doet, of je dat nou met een app doet. Dat maakt niet zoveel uit. Dus je moet een ander perspectief hebben. En op alle manieren naar je organisatie kijken. En daar praat ik over. En dan met allerlei voorbeelden en uitleggen van wat zijn deze technologieën en wat is nou de impact van die technologie op jouw organisatie, jouw industrie. Daarmee help ik organisaties zich voor te bereiden op morgen. En ik geef ze een aantal handvatten, een nieuw model wat ik heb ontwikkeld, wat in mijn derde boek ook komt. Waarbij ze dan daar ook daadwerkelijk mee aan de slag kunnen. Daarmee word je dus ook inderdaad gewoon de dokter eigenlijk in het gezelschap. Ik ben dan weliswaar klaar met mijn PhD, maar ik moet nog heel even wachten voordat ik me ook dokter mag noemen. Oh ja. Als het goed is over een maand of zo. Krijg je nog een bepaald proces of ben je al geaccepteerd? Ik ben in principe helemaal klaar. Dus nu moet je hoeft niet meer te verdedigen. Je hoeft niet meer gewoon nog mooi zo'n mooie poppenkast te hebben met 6 hoogleraren die een beetje gaan voor de vorm gaan. Je krijgt het gewoon opgestuurd, de dokterstitel uit Australië. Je hoeft niet 20 uur te vliegen. Nou ja, ik ga waarschijnlijk wel even terug naar Australië, omdat we het kunnen combineren met een aantal andere zaken. En dan krijg ik gewoon een standaard graduation. Helaas hebben ze niet het hele symbolische, als we in Nederland hebben, dat hebben ze in Australië helaas niet. Dus ik kreeg 2 weken geleden gewoon een keurige mailtje. Ja, je bent nu klaar, gefeliciteerd. Dat was het. Ja, mijn vrouw heeft een PhD gedaan in Engeland en dat was eigenlijk ook op dezelfde manier. Maar dat is wel grappig dat wij dat dan nog meer doen. Hey, jouw vorige boek ging over blockchain, hè? Specifiek blockchain en organisaties. Wat was daar de focus van? Ja, blockchain en transforming your business in our world. Dat ging dus niet alleen over organisaties, maar ook echt met name over hoe kunnen we blockchain nou gebruiken om de wereld te verbeteren. Ik heb dat geschreven met een advocaat uit Australië, Dr. Philippa Ryan. En de doelstelling van dat boek was om, zeker toen we gingen schrijven, waren we heel veel boeken blockchain equals crypto en blockchain for financial. En wij dachten eigenlijk, er zit eigenlijk veel meer potentie in blockchain. Ja. Het kan ook gebruikt worden om... Je hebt al die sustainable VN-doelen, aangegeven. Hoe dat erbij gebruikt kon worden. Ja, ze hebben 5, geloof ik, UN Sustainable Development Goals gepakt. En daar gekeken naar, hoe kunnen we dat nou... Hoe kan blockchain nou helpen om die op te lossen? Ja. We hebben gekeken naar identity, we hebben gekeken naar armoede, we hebben gekeken naar climate change, we hebben gekeken naar corruptie en belastingontduiking, we hebben gekeken naar democratische processen, censorship en fair trade. Ja. En op die manier gekeken naar blockchain heeft eigenlijk veel meer potentie dan echt... Alleen maar voor... Ja... Het heeft veel meer potentie. De laatste regel viel je weg. Zeg het nog een keer. Blockchain heeft veel meer potentie dan echt alleen maar voor crypto of voor financiële bedrijven. Maar ook echt om een organisatie en echt de wereld te verbeteren. Door de unbanked te helpen en degene die geen identiteit hebben te helpen. En fair trade ook echt fair te maken. En dat Dus je zit nu weer lekker gewoon bij bedrijven te praten en zo. En de normale speakers fees te incasseren. Hoe was dat in die... In de goede wereld, zeg maar, in die non-profit wereld, in die VN met die sustainable goals. Hoe beviel dat daar om daar rond te lopen? Ja, we hebben natuurlijk samen met Arcoto heel veel onderzoek gedaan en organisaties geïnterviewd. En dat is ook heel leerzaam om te kijken hoe dat soort organisaties hiermee omgaan. En dat ze eigenlijk gewoon tegen dezelfde problemen aanlopen en ook graag nieuwe technologie willen gebruiken. Maar daardoor nog wat lastiger is, omdat het vaak eerst voor financieel gewin wordt gebruikt. Wat natuurlijk ook wel logisch is. Ja. Het was vooral een bijzonder interessante ervaring om dat mee te maken en in die wereld te onderzoeken. Ja, dus maar wat was je ervaring? Je krijgt daar niet gewoon duizenden euro's om daar te komen presenteren in die markt. Hè? Dus zoals in de businesswereld, als je een leuk verhaal hebt, dan kopen ze een boek van 25 euro van je. En daarna betalen ze je gewoon 5000 euro om eens even nog eens een keer een slap aftreksel te komen tellen in een uurtje. Hoe zit dat in die goede doelenwereld, zeg maar? Daar hebben we vooral bedrijven geïnterviewd. Dus we hebben dus vooral geoutreached naar bedrijven en naar individuen om te horen wat zijn er aan. Er kwam niet zo'n mooi sprekerscircuit uit. Nee, helaas niet. Dat is niet toch, maar ik vond het een mooi boek. Je hebt in ieder geval heel nuttig. En ik moet zeggen, ik organiseer bij mijn blockchain-congres organiseer ik ook altijd een sessie Blockchain for Good. En ik had mensen die in Syrië bezig waren, in vluchtelingenkampen, die leerden hoe mensen met blockchain moesten omgaan. Toen ook wel met mining, ja. Daar iets mee konden doen.
En in India zijn ze nu bezig om inderdaad identiteit ook op de blockchain te zetten. Ja. Eigendom. En echt waar miljoenen mensen heel nuttig, zeg maar, fantastische, interessante projecten. Waar vaak ook gewoon Wereldbank doet heel veel met blockchain. Ja. Dus de World Bank heeft ook zo'n eigen blockchain lab en zo. Super, super interessant. En was ook de meest gewaardeerde sessie van alle mensen die er waren, weet je wel. Blockchain in logistiek en financiële processen. Maar de identity ging dan ook weer over weet je wel, identiteit van vluchtelingen die niks hebben. En dan met iets kunnen beginnen en dat langzamerhand kunnen versterken. Dat ze zichzelf... Ja. Op een gegeven moment doet dan het Rode Kruis doet heel veel moeite om te identificeren wie iemand is bij een of andere ramp. Maar daarna gaan ze weg, moeten ze alles vernietigen. Ja. En dan hebben die vluchtelingen hebben helemaal niets aan dat spul. Ja. Terwijl je natuurlijk dat wil overzetten. Hier is jouw identiteit, voor zover wij hem hebben kunnen verifiëren met het Rode Kruis. Hier is jouw record. Ja. Good luck with it. Maar het was echt super interessant. Ja, wat ik zelf zie en merk is dat je ook echt dat men ook echt veel meer behoefte heeft aan ook gewoon iets goeds doen. En dat je dus ook de millennials daar veel meer mee bezig is. En daarom kan het verbaasd me niks dat daar ook dat blockchain for social good ook de meest heel erg goed naar buiten komt en de volk komt. Wat dat betreft is het leuk om dat boek Winner Takes All te lezen. Ja. Dat gaat over hoe in Amerika zeg maar de top 1%, 80% van alle welvaartsstijging heeft. Maar vooral ook dat al die studenten en al die intelligente mensen, die willen allemaal ongelooflijk graag iets goeds doen. Ja. En de rijken zijn ook allemaal bezig met het weggeven van hun geld en het doen van charity. Maar hij laat zien dat ze het dan zo inrichten dat het toch uiteindelijk win-win is. En vooral win voor hun. Ja, ja, ja. En dan geven ze al het geld weg, maar dan krijgen ze eigenlijk er weer meer geld in. Bill Gates vind ik niet zo en Warren Buffett ook niet. Maar die echt gewoon van die, vooral die Silicon Valley mannen dat zijn, en vrouwen, dat zijn echt... Ze kunnen zich niet voorstellen dat zij het niet goed doen. Ja. Maar goed, in ieder geval hartstikke interessant. Oké, nou, leuk om je weer in Nederland te zien. Wanneer kunnen we je weer eens een keer een presentatie geven over je nieuwe boek? Is er ook nog een publieke versie waar jij heen kan, waar we mensen heen kunnen? Op dit moment nog niet. Ik spring binnenkort wel weer naar Amerika toe. Maar misschien laten wij alweer jouw volgende congressen. Maar misschien kunnen we er iets over praten wat daar mogelijk is. 7 juni gaan we dat weer doen. En dan gaat het vooral over blockchain. Maar artificial intelligence zit er ook in. En big data zit er ook in. Eigenlijk die combinatie, dat is eigenlijk gewoon... Blockchain zonder een omgeving is niks. Ja, wij doen daar ook gewoon het nodige aan. 7 juni. En wordt gehouden deze keer bij ABN AMRO aan de Zuidas. En dan hoef je tenminste niet 20 uur te vliegen. Ja, dat scheelt ook. Dr. Mark, zien we je dan. Dankjewel. Helemaal goed, dankjewel, Vincent.